De schat en de parel. Jezus vertelde een verhaal om zijn leerlingen en de mensen die luisteren het goede nieuws te vertellen over het koninkrijk van de hemel. Hij vertelde dit verhaal. Het koninkrijk van de hemel lijkt op een schat die in de grond verstopt is. Een man ontdekte die schat in een stuk land. Hij dekte de schat toe met zand. Hij is heel blij dat hij de schat gevonden heeft. Als hij naar huis gaat, verkoopt hij alles wat hij heeft. Met het geld dat hij nu heeft, koopt hij het stuk land. En de schat erbij. Daarna vertelde Jezus nog een verhaal. Het koninkrijk van de hemel lijkt op een koopman die op zoek was naar mooie parels. Overal was hij op zoek naar parels. Opeens vond hij de allermooiste parel die hij ooit had gezien, een hele dure. Hij verkoopt alles wat hij heeft en koopt die bijzondere parel.